Districtscommissaris Josta Lewis van het Kabalebo-gebied komt op voor de arbeiders van het bedrijf Greenheart NV. De DC zegt dat de werknemers een petitie bij haar hebben ingediend, omdat zij zich moeten verweren voor het feit dat ze 2 weken niet hebben gewerkt. Lewis heeft het ministerie van Arbeid ook op de hoogte gesteld van deze situatie. Ze hebben gisterochtend brieven ontvangen en haast alle arbeiders om zich te verweren waar ze die 2 weken waren. Dit terwijl er zoveel heeft plaatsgevonden binnen die 2 weken, was de COVID-situatie heel ernstig in dit gebied. Kabalebo was in een noodsituatie beland en dat was ook afgekondigd door mij als DC van dit resort. En ook hadden we noodhulp nodig, dat alles is bekend bij het bedrijf. Dus het verbaast me dat ze nu de arbeiders vragen om zich te verweren. Want de COVID-situatie heeft het gehele land getroffen. De DC verwacht dat het bedrijf begrip toont, omdat de medewerkers uit vrees niet zijn gaan werken. Verder is gebleken dat de dispensatie die eerder door de politie aan de arbeiders was verleend, was vervallen. De DC zegt dat de werknemers zich moeten verantwoorden voor 2 weken verzuim gedurende de lockdownperiode van 31 mei tot en met 18 juni. Wat ik kan zeggen is, de bond moet voor de arbeiders opkomen. De bond heeft intussen een schrijven gericht naar het bedrijf Greenheart, naar de manager van het bedrijf Greenheart. Dus wij wachten nu af wat de reactie nu zal zijn van het bedrijf. DC Josta Lewis zegt dat de werknemers zich gisteren normaal hebben aangemeld op het werk. De groep vreest echter voor ontslag. Daarom hebben de mensen hun misnoegen bij haar geuit.